December, traditioneel overstapmaand in Nederland. En daarmee ook de maand waarin veel Nederlanders met vragen zitten. DFT organiseerde een zorgspreekuur en nodigde experts van verschillende organisaties uit om op die vragen antwoord te geven. Want waar moet je allemaal op letten voor je voor het nieuwe jaar een zorgverzekeraar kiest? Nou, op een heleboel dingen. Bijvoorbeeld op of je meer eigen risico wil dan de wettelijke verplichte eigen risico. Je kunt bijvoorbeeld maximaal €500 extra eigen risico doen. Dat kun je doen als je denkt dat je weinig zorgkosten zult maken. Dan bespaar je op je premie. Maar ik zou je wel aanraden om dat geld dan op de bank te zetten. Zodat mocht je onverhoopt toch in het ziekenhuis komen, dat je het wel hebt. Mijn tip is, kijk en vergelijk toch echt alsjeblieft. Ook al denk je dat je heel erg goed zit, ben je tevreden over de verzekeraar, ben je tevreden over de polis. Daarin kunnen wel zaken veranderd zijn waar je misschien niet op bedacht bent. Dus kijk heel goed of de huidige polis die je hebt nog wel past bij jou. Past die nog bij je huidige levensomstandigheden? Of zitten daar zaken in waar je helemaal geen gebruik meer van zal maken? En betaal je dus door dingen waar je eigenlijk helemaal geen nut van hebt? Dus kijk heel goed of je polis nog wel bij jou past. Mijn gouden tip heeft te maken met een beetje gemoedsrust. Wij horen vaak dat als mensen willen overstappen naar een betere zorgverzekering, een verzekering die beter bij ze past, dat ze bang zijn dat ze misschien wel niet meer terecht kunnen bij hun eigen huisarts, omdat hij niet gecontracteerd zou zijn. Nou, dat is echt een misverstand. Je kunt in Nederland gewoon bij je eigen huisarts blijven, welke verzekering je ook hebt. En een tweede ding daarbij is dat als je naar je huisarts gaat, dat geen geld kost van je eigen risico. Dat kost je niets. Mocht u nog vragen hebben, meld u zich dan aan voor de gratis online seminar Kies de beste zorgpolis. Die maandag 19 december om 8 uur 's avonds van start gaat. Aanmelden kan via dft.nl.